Goeiedag, ik ben Pieter Sprengers. Ik ben zelf vele jaren schoolleider geweest bij de voormalige Plantijn Hogeschool. Schoolleider, een fantastisch beroep, een beroep boordevol uitdagingen. U vertrekt vanuit een krachtige, maar ook zeer inspirerende visie en stuurt op die manier teams van onderwijsprofessionals aan en u geeft elke dag het beste van zichzelf. Hebt u ook het gevoel dat u misschien te vaak in vierde versnelling rijdt en dat u een te hoog toerental bereikt? Staat u wel eens stil bij uw job en bent u wel bezig met kritisch te reflecteren over uw job? Welke uitdagingen wil u in de toekomst aangaan? Op welke manier wil u uw schoolleiderschap concreet vormgeven? Daarom hebben we de schoolleiderexpeditie in Zweden geconcipieerd. Een unieke schoolleiderexpeditie, geen traditionele cursus die zich afspeelt in een traditioneel klaslokaal, maar een leerervaring die zich afspeelt in een wauw-omgeving, namelijk de fantastische outdoor-omgeving van Zweden. U hoort het goed, de classroom zal de natuur zijn. We zullen ons buiten in de natuur begeven en deze natuur gaat het uitgangspunt zijn om krachtige leerervaringen op te doen. We maken ruimte voor verstilling, we maken ruimte voor connectie met collega's schoolleiders en we brengen ook een aantal goed gekozen schoolleiderconcepten binnen. Schoolleiderconcepten die we enerzijds vanuit onze jarenlange ervaring als procesbegeleiders in scholen hebben uitgewerkt, maar ook concepten die komen vanuit wetenschappelijke evidence. Wil u dus met andere woorden stevige schoolleiderconcepten combineren met de wauw outdoor omgeving van Zweden? Wil u ook ruimte maken voor verstilling, verdieping en voor krachtige zelfzorg? Dan bent u op de juiste plaats bij deze School Leader Expedition. Wij begrijpen u in ieder geval zeer goed als schoolleider. We zijn het zelf ook geweest. We hebben een jarenlange ervaring in procesbegeleiding van scholen en schoolleiders. Wil u met ons op stap gaan en wil u met ons zich helemaal onderdompelen in deze outdoor ervaring? Contacteer ons dan. We maken graag ruimte ook om uw twijfels of uw vragen samen met u te bespreken op een gepersonaliseerde manier, want dat is ook wat deze schoolleider-expeditie zal zijn. We vertrekken naar Zweden slechts met een beperkt aantal mensen. Ik hoop u te ontmoeten in de prachtige outdoor classroom in Zweden.